Hallo Bart, goed om je weer te spreken. Ja, we hebben eigenlijk een beetje een beurs die een beetje blijft hangen, maar dat wil niet zeggen dat er niet genoeg nieuws is. Eigenlijk, elke dag dat je kijkt, is er wel weer nieuws over AI. Dat is toch echt het buzzwoord. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Gisteravond was het weer raak. Ja, tweeledig eigenlijk. Applied Materials maakte bekend dat zij ook gaan inzetten op apparatuur waarmee ze dus chips kunnen maken voor die artificial intelligence. En uit Zuid-Korea kwam een bericht, ook daar een partij die zich helemaal gaat richten met technieken die lijken zoals ASML die gebruikt om die AI-chips te maken. En die chips zijn op dit moment juist zo interessant, omdat er hele hoge marges op zitten. En men natuurlijk verwacht dat er heel veel vraag naar komt. Ja, het is de heilige graal. Niemand weet precies hoe het echt effectief gaat werken. Maar iedereen die de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in AI, die kan zich natuurlijk niet permitteren om nu de benen stil te houden. Want ja, als je dat doet, dan win je zeker niet. Dus iedereen investeert flink door. En waar dan in? Ja, in rekenkracht. Want daar gaat het om. Er moeten heel veel iteraties gemaakt worden door die computers. Heb je slimme computers met slimme technieken en de meest geavanceerde chips voor nodig? Ja, dat klopt. En als je het hebt over de chipmarkt, ja, dan komt bij mij altijd één woord meteen naar boven. En dat is het varkenscycluseffect. Nergens anders zien we, ja, behalve dan misschien in de varkenssector, maar nergens anders dan in de chipsector zien we dat effect terugkomen. Er ontstaat een tekort, er wordt massaal geïnvesteerd en 1 of 2 jaar later, ja, zien we eigenlijk dat er een volledig overschot is. Prijzen storten in en men ja, gaat weer op zoek naar iets anders. He, dat is een cycluseffect dat hobbelt steeds heen en weer. En zou mij niet verbazen, omdat iedereen nu op die artificial intelligence duikt, dat we over 1 jaar, 1,5 jaar opeens een tekort aan simpele PC-chips hebben. Want daar zijn de verwachtingen nog steeds heel laag. Hewlett Packard bijvoorbeeld gisteravond ook weer, ja, voorziet gewoon. Ook voor 2023, een blijvende daling van PC-verkopen. Ja, maar laten we dit nou even afpellen, want het is logisch wat je zegt. Want we hebben natuurlijk al vaker gezegd, over de hele wereld wordt er voor honderden miljarden geïnvesteerd in de semiconductorindustrie. Dus dat zou zomaar kunnen, hè? Wanneer gebeurt het niet? Op het moment dat er ook enorm veel vraag blijkt te zijn, dat er dus heel veel effectieve toepassingen zijn. Ja, dat zal de komende jaren moeten blijken. Maar zodra we even beginnen bij dat bericht van Applied Materials. Ja, zoals je het leest, dan komt het eigenlijk over van joh, ASML, je bent op dit moment de enige, maar binnenkort is er een alternatief. Ja, wat moeten we daar nou mee? Moeten we dat maar voor zoete koek aannemen? Nou ja, ik denk dat dat een serieus bericht is. Want nogmaals, ASML is op dit moment natuurlijk koning aap op de rots op dat gebied. Maar uiteindelijk zullen partijen langzaam maar zeker die achterstand wegwerken. Ja, en dat heeft op zich Peter Wenning van ASML ook altijd gezegd. Maar ja, voorlopig ja, is het toch hè, onaantastbaar, want het is bewezen technologie. Die nieuwe partijen, die moeten allemaal nog maar een keer laten zien dat het werkt. Dus ja, hier geldt toch echt wel als belegger, kijk, je moet op je voorvoeten staan. Het is een ontwikkeling. Als er zoveel geïnvesteerd wordt, moet je het in de gaten houden. Ja, je hoeft ook niet hals over kop te vertrekken. En dat geldt eigenlijk ook voor dat hele AI-verhaal in de breedte. Nou ja, nogmaals, we hebben een tijdje de situatie gehad dat elk bedrijf dat iets met Bitcoin deed, gelijk de hoogte inschoot. En we weten allemaal hoe dat gelopen is. Ik denk dat een terechte waarschuwing is dat op het moment dat een bedrijf zich bezighoudt met AI of chips, dat dat niet voor lange termijn een goudgeroomde business case is. Nee, en dan zie je hè, bij ASMI, die hadden natuurlijk gisteravond cijfers, ijzersterke cijfers als je het mij vraagt, 33% omzetgroei in 2022, voor het zesde jaar op rij dubbele cijfers, heel goed gevuld orderboek. Ja, dan heb je een CEO die wellicht wat meer aan de realistische kant zit, die zegt, ja, het eerste kwartaal of half jaar wordt goed,
Maar de tweede helft van het jaar zou zomaar eens wat minder kunnen worden. Ja, dat is zeer te waarderen, die openheid. Maar dan staat zo vanmorgen je aandeel wel opeens 4% lager. Ja, maar er zie ik toch twee dingen. Eén, ik prijs inderdaad een CEO die gewoon enig realisme tentoonspreidt. En twee, dit waren de definitieve cijfers. ASMI heeft eerder al een behoorlijk voorschot gegeven op de cijfers. Dus daar zat niet echt veel verrassing in. De verrassing zat inderdaad in het feit dat waar tot nu toe heel veel partijen hebben gezegd, nou, die eerste 5-6 maanden gaat het allemaal nog wat minder. Maar nog dat tweede deel van 2023, dan zien we weer groei. Vandaag, gisteravond, zien we dus eigenlijk opeens nu twee grote bedrijven, Hewlett-Packard en iets kleiner dan ASMI, die aangeven, nou ja, het eerste jaar loopt eigenlijk nog wel redelijk, maar wij verwachten toch minder herstel, misschien zelfs wel krimp, in het tweede deel van 2023. Oftewel, ja, het schuift dus een klein beetje op wanneer men dat herstel verwacht. Ja, daar is voor beleggers natuurlijk voldoende keus. Dus als je met dat soort berichten komt, dan kan het zijn dat mensen zeggen, ik ga een deurtje verder kijken. Kijk, we hebben het natuurlijk vorige week over Besi gehad. Meneer Blikman daar, die zegt, ja, hybrid bonding 2024, 2025. Nu gaan de eerste machines de deur al uit. Maar let op, dit kan wel eens een nieuwe periode van groei worden. Ja, je kan je geld maar één keer uitgeven. Wellicht dat er beleggers zijn die denken, nou ja, dan ga ik nu toch maar voor dat verhaal in plaats voor dat van ASMI. De boodschap is denk ik in zijn algemeenheid, hè, laat je niet gek maken door de hype. Zoom Video, ja, die zijn ook op zoek naar relevantie. Wij staan dit nu ook, dit niet met Zoom op te nemen, maar ik vaak wel. Ja, die zeiden ook, ja, AI wordt nieuwe groei. Ja, laat je daar niet blind door maken, maar kijk vooral naar de effectieve toepassingen voordat je besluit ergens vol op in te zetten. Nou, nou ja, nogmaals, dat die vraag ontstaat als je kijkt naar de ontwikkelingen rond de metaverse. We hebben eigenlijk een paar jaar geleden dat augmented reality gezien. Nou, dat zie je eigenlijk mondjesmaat terugkomen. Niet de hype die men gehoopt had, denk ik, vooralsnog. Er zit groei in, er zit zeker potentie in. Alleen de vraag is, in hoeverre wordt er straks inderdaad nu massaal groot geld aan verdiend? Ja. Hey, vandaag is ook de Tesla Investor Day, om het even over wat anders te hebben. Alhoewel Musk ook alweer begon over AI, dat hij er plannen heeft. Ja, wie niet? Je doet niet mee als je dat doet. Maar ja, ik verwacht daar vrij veel van die dag. Het is natuurlijk ook al flink gehyped. Maar we gaan vandaag horen, we hoorden gisteravond natuurlijk al het nieuws, dat er een hele grote nieuwe fabriek in Monterrey in Mexico komt. Dat is natuurlijk ook wel opvallend. Maar eerst nog even de start-ups. Er zijn natuurlijk veel partijen geweest de afgelopen jaren die zeggen, joh, wij willen het nieuwe Tesla worden. We hadden gisteravond cijfers van Rivian. Even in gedachten, dat is ook een nieuwe start-up. Twee hele mooie modellen, de R1T en de R1S. Hebben een lead order van Amazon, ook participatie van Amazon en daarom voldoende geld in kas. Maar ja, die start-ups die hebben het toch moeilijk. Rivian viel gisteravond toch een klein beetje tegen. Nou ja, absoluut. En dan komen we toch tegen de mantra van Elon Musk aan. Een elektrische auto bouwen is niet zo ingewikkeld, maar om er een paar honderdduizend te bouwen met een positieve marge, dat is de uitdaging. Ja, dat zien we natuurlijk ook gewoon bij Rivian. Ze hebben er 23.500 gebouwd. Iets onder hun eigen verwachting van 25.000. Daar moet de helft alweer van teruggeroepen worden. Want een kapotte sensor. Ja, en dan een verwachting voor 2023. Dat ze rond de 50.000 auto's gaan bouwen. Ja, het is mooi. Maar je ziet gewoon, dit zijn aantallen. Dan ben je er natuurlijk nog lang niet. Met het risico dat je links of rechtsom ingehaald wordt. En we hebben natuurlijk ook al gezien dat een aantal groot aandeelhouders, zoals een Amazon, ja, die natuurlijk aan de ene kant bakken met geld konden bijschrijven toen Rivian ontplofte in koers. Maar eigenlijk afgelopen periode allemaal weer massaal moesten afboeken. Omdat ja, de koers van Rivian natuurlijk alweer net zo hard gedaald is. Dus of Rivian het helemaal gaat worden, dat wordt natuurlijk nog maar de vraag. Interessant was wel, je hebt het over Tesla, heb je het over Tesla, heb je het over Elon Musk. Elon Musk heeft iets gedaan wat misschien niet heel slim is. Hij heeft getwitterd over het ontstaan van COVID in Wuhan.
heeft daar wat opmerkingen over gemaakt. En dat is in China heel slecht gevallen. Nou, als je nou weet dat Elon Musk natuurlijk toch wel behoorlijk afhankelijk is ook van die Chinese markt en zijn productie daar, kun je afvragen of dat nou een heel goed doordachte zet was. Maar voorlopig heeft hij daar wat reparatiewerk. Ja, erg opvallend. En ook als je het een beetje aanvoelt, helemaal niet slim. Het zal wel weer zo'n onbewaakt moment zijn geweest dat hij denkt, goh, wat zal ik nu eens zeggen? Wil me er graag mee bemoeien? Ja, niet handig. In ieder geval niet vanuit zijn functie als CEO van Tesla. En nog heel eventjes over Rivian, om dat duidelijk te hebben. Kijk, de cijfers die zijn ongeveer, ze draaiden nu 1,7 miljard verlies. Want ze zijn natuurlijk nog de hele tijd aan het investeren. Ze hebben iets van 11 miljard in kas, dus geen zorgen daar. Maar ja, ook met die 50.000 auto's volgend jaar zijn ze er nog niet. Dus ja, ze verbranden geld. Ja, en dat is dus een aandeel wat leuk is om in de gaten te houden, want dan loopt die rente op. Ze moeten op een gegeven moment nieuwe financiering aantrekken. Kan natuurlijk zijn dat de strategische investeerders zeggen, joh, maakt niet uit, we doen er nog wat bij. Het kan zijn dat ze geld willen lenen. Dat wordt dan een heel stuk duurder. Ja, of ze moeten op een gegeven moment gewoon nieuwe aandelen gaan uitgeven. En dan krijg je natuurlijk verwatering als aandeelhouder. Dus ja, voor mij is voorlopig in dit segment toch de conclusie. Ga voor de grote jongens als belegger. Die er al doorheen zijn. Die al geld verdienen. Economische omstandigheden zijn moeilijk genoeg. Ja, en dan springen Tesla en BYD er toch wel heel erg uit. Tesla gaan we vandaag zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, en BYD, die doen het super. Ja, daar hangt natuurlijk wel een beetje dat Chinese kaartje aan. Ja. Ja, wat het toch lastig maakt om te zien hoe dat nu gaat lopen. Maar ja, dat gezegd hebben, vorige waren de economische cijfers uit China. Die waren opeens weer verrassend goed. Ja, dus dat zullen we ook de komende tijd goed in de gaten moeten houden. Ja, ja, je hebt natuurlijk ook nog NIO. Stellantis hebben we het vorige keer over gehad. Uiteraard het Volkswagen concern. Kortom, er zijn natuurlijk echt wel meer grote spelers op het gebied van elektrisch rijden. Ja, maar je zegt dat, Bart, maar NIO, ik heb er een aantal video's over gemaakt. Iedereen sprak erover. Er zijn veel beleggers die erin zitten. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Weet je, het gaat niet snel genoeg. Ze hebben een waanzinnige marketingmachine. Allemaal supergoed. Maar ze liggen zo ver achter. En NIO zit bij mij echt in het bakje van Lucid en Workhorse en dingen. Allemaal plannen. Het gaat niet snel genoeg. Ja, dat wil niet zeggen dat ze niet hele mooie dingen doen. Die NIO ET7 is een prachtige auto. Maar op deze manier gaan ze het zelfstandig gewoon niet redden. Maar dan zijn de kansen voor een Rivian denk ik ook niet zo groot. Want je geeft aan, de groot aandeelhouders zullen misschien bijspringen. Maar Amazon, ja, daar gaat het natuurlijk ook op dit moment iets minder goed dan de gloriejaren van een paar jaar terug. Ik ben ook niet vast op Rivian. Ik zie alleen in de recensies dat mensen zeggen, wow, dat zijn echt mooie, goede auto's. Maar ook die Amerikanen, die krijgen het komende jaar veel meer keus. Die Cybertruck, die komt er nog. Ford en General Motors zitten ook niet stil. Dus ja, ik heb er een hard hoofd in. En daarom zeg ik van ja, je moet toch in dit segment in ieder geval kijken, de marktleiders, als die het goed blijven doen. Dan heb je grote kans dat die aandelen het ook beter zullen doen. Nou ja, daar heeft Elon Musk wel gewoon absoluut gelijk. Hè. Een mooie auto bouwen is één, maar er gewoon heel veel voor een acceptabele prijs bouwen, ja, dat is een heel andere uitdaging. Ja, ik verwacht dat hij daar wat over gaat zeggen, dat er wat meer budgetauto's komen. Nou, je had het vorige week over bij Stellantis, dat die in dat segment zitten. Wordt natuurlijk wel interessant, want dan kunnen we Tesla ook veel beter gaan vergelijken ten opzichte van een Volkswagen, een Stellantis, een BYD. En dat maakt het er in ieder geval qua analyses alleen maar interessanter op. Ja, en dan wordt het wel de vraag van wat ga je dan doen met die waardering van Tesla, want dan wordt het toch wat minder een vernieuwende partij, een disruptor. En dan wordt het gewoon toch meer een autobouwer. Dat is een goed punt. Dus daar gaan we goed op letten. Hey, zullen we niet just die takeaway voor morgen cijfers? Zitten niet meer in de AIX? Laten we het maar kort doen. Ik bedoel, operationeel maken ze wat winst. Daar blijft ook de focus op liggen. Ze schrijven fors af op het belang in Grubhub. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het is weinig vernieuwend.
Er was in ieder geval wat groei in Noord-Europa, dat vond ik wel positief. Groot-Brittannië deed heel aardig, daar was iets van 6% groei. En er was dan een lichte krimp in Zuid-Europa en Oceanië. Grofweg even in een nutshell over Just Eat. Maar ja, eigenlijk niets verrassend. En dat zien we dan ook wel weer een beetje terug in de koers die dan wat verder wegzakt. Dan vind ik eigenlijk het nieuws over Shell interessanter. Shell heeft in Zwitserland een laadpalen een exploitant overgenomen. Dat zou zeker goed nieuws voor bijvoorbeeld de Fastnet moeten zijn. Want dat lijkt mij nog steeds het ultieme doel voor Fastnet. Natuurlijk overgenomen worden door Shell. Ja, ik zag het bericht ook. Het is interessant. Ook interessant dat ze dat in Zwitserland doen. Het geeft toch wel aan welke kant dat ze daarop bewegen. Maar ja, het grote plaatje is en blijft natuurlijk het verhaal bij Shell wat deze week in de Financial Times stond. Dat ze intern hebben overlegd of ze in plaats van naar Londen het hoofdkantoor niet naar Amerika zouden moeten verplaatsen. Ja. Ik had het daar gisteravond bij BNR Beurs ook over. Het verschil in koersen is zo groot tussen Exxon en Chevron enerzijds en Shell en BP anderzijds. Daar moet iets van convergentie gaan plaatsvinden. Ja, de vraag is een beetje welke kant op en hoe ze dat gaan doen. Maar dat is denk ik het hoofddossier op tafel bij Shell. Ja, nou werd wel gezegd dat het ter sprake is geweest. Hè. Ze geven niet aan dat het nog steeds een lopende issue is. Maar als je natuurlijk kijkt naar een waardering van 3 keer of 6 keer, dat is natuurlijk wel een groot verschil. En ik kan me heel goed voorstellen dat Shell zo langzamerhand in Europa er wel een beetje klaar mee is met hoe het behandeld wordt. En een tweede punt wat naar voren kwam uit dat verhaal was natuurlijk van, ja, Shell heeft helemaal geen haast met het uitstappen uit die fossiele brandstoffen. Want daar zit nou eenmaal gewoon de marge. En vanuit die marge kunnen ze investeren in groene ontwikkelingen. Nou, ze hebben dan wel nu in Californië hun upstream activiteiten helemaal afgestoten. Daar zijn ze dus weg. Maar goed, dat zijn relatief kleine activiteiten. En ik zou dat dit punt misschien nog wel eens op de agenda komt bij een algemene ledenvergadering of aandeelhoudersvergadering. Ik zou het me zomaar voor kunnen stellen dat aandeelhouders zeggen van, goh, Shell, waarom maak je die overstap eigenlijk niet? Nee. Nou ja, we gaan het zien. Ook daar boeiende ontwikkelingen. Ook weer een segment wat enorm in beweging is. Ik denk dat we er wat mij betreft wel even doorheen zitten. Heb jij nog een uitsmijter? Nou ja, zeker nog wel een paar puntjes. Want over Shell heb ik nog een filmpje gemaakt. Dus dat staat voor onze leden. Staat dat straks op de website. Nog een aardig trade idee voor Shell. Verder vond ik nog wel grappig, ING gaat weer wat aandelen inkopen. Dat doen ze heel klein overigens, 25 miljoen geloof ik. Maar het is toch wel weer opmerkelijk, rond de 13,30. En ja, een paar jaar geleden stond Shell nog ING nog te emitteren op 4,5. Breng mij een beetje op een tirade bijna van Warren Buffett. Dat aandelen inkoop altijd goed is. Nou, het is niet altijd goed. Het is alleen goed voor bedrijven die gewoon structureel groei hebben en structureel hun balans op orde hebben. En dus niet bij vlagen opeens moeten emitteren op fors lagere niveaus, zoals wij dat in Nederland zien bij een KPN, een ABN AMRO of een ING. Ja, dus geen teken van kracht, maar toch om iets te doen om maar van die hele voorzichtige balans af te komen. Als je nou noemt ING, dan hoop ik, ik weet eigenlijk niet wanneer de volgende herweging van de AEX is. Ik zou hopen dat ABN AMRO weer terugkomt. Is toch een stuk leuker. Niet dat we er niet over kunnen praten als het in de midcap zit. Maar met die recente koersbeweging omhoog zou het moeten kunnen. En dat is toch wel weer een leuke aanvulling voor de AEX. Die volgende week, 4 maart, precies 40 jaar bestaat. Dat is toch ook wel even een momentje om mee af te sluiten. Ja. Dit was het voor nu. Hopelijk hebben we je weer een plezier mee gedaan. Heb je zelf nog dingen waar je naar kijkt, waar je onze mening over wil weten, laat het ons weten. En dan zien we je graag volgende week weer terug op het kanaal van Markets Are Everywhere. Tot ziens.